Lars Daniels, Ronald de Groot hier van Perswijn. We hebben vier mooie witte Zuid-Afrikaanse wijnen voor ons staan. Dat is een groot thema de afgelopen tijd geweest. En dat wordt binnenkort gepubliceerd. Ja, Zuid-Afrika witte wijnen als thema. Gewoon puur alleen de witte wijnen. Ja. Misschien, je zou misschien denken van dat Zuid-Afrika natuurlijk veel rood maakt. Dat klopt ook. En daar ook wel hele goede wijnen in maakt. Maar misschien zijn de witte wijnen wel nog beter. Spannender, hè? De spanning van de witte wijnen, wat je ook in zo'n series als deze ziet. Goede Rhône druiven. Ja. Chenin Blanc, wat spannend oplevert. Sémillon. Er staat alles door elkaar hier. Hè? We hebben twee blends, we hebben Chardonnay, we hebben Sémillon. Je ziet dus dat met alle druiven, ze passen de druiven goed aan de klimaat en de ondergronden. Waardoor je heel spannende, bijzondere witte wijnen krijgt. Ja, ik denk dat er heel slim wordt wijn gemaakt. En deze twee wijnen laten dat eigenlijk meteen zien als we die Molyneux erbij nemen. Gedeelte van de kwaliteit komt natuurlijk van oudere wijngaarden. Met vooral Chenin Blanc, maar ook Palomino en dat soort druiven. Ja. Maar daarbij wordt er heel slim geblend. Hè? Ja. Dus als je zo'n wijn van Molyneux kijkt, hè, er zit 6% Verdello in. Nou, dat wordt, volgens mij komt dat binnen op 11% alcohol. Ja. En dat geeft gewoon zuren en pit aan die wijn. Ja, ja. Claret ook trouwens. Ook zo'n Rhône druif die in Châteauneuf ook wordt gebruikt om de wijnen frisser te maken en aromatisch. Dus het is zowel terroir als gewoon kunde en slimmigheid. En willen weten, of een soort beeld voor ogen hebben van dit moet een mooie zwartland witte wijn zijn. Het mag een warm klimaatwijn zijn, maar er moet wel frisheid en doordrinkbaarheid in zitten. En ook weer een bewijs dat niet altijd één druifwijnen het meest interessant zijn. Zeker niet. Veel consumenten denken van ik moet een Merlot of een Chardonnay hebben. Terwijl juist het blenden van druiven met veel kennis en kunde, zoals wat Chris Molyneux doet. Dat is, En ook nog uit meerdere wijngaarden. Dus het is helemaal in jouw straatje. Het is volledig in mijn straatje. Blenden. Nou, laten we de wijn even bijpakken. Ja, bekende natuurlijk. Dit keer ingestuurd door Horizon Wines Ovino. Prijskategorie 8. Dus tussen de 20 en 30 euro. 2021. De Old Vines White heet die wijn tegenwoordig. 62% Chenin Blanc. Dan 10% Claret, 9% Viognier zit er nog in. Ja. Grenache Blanc is natuurlijk ook wel een beetje interessanter aan het worden. Ja. Sémillon, Verdello, geweldig gedaan. Prachtig. Ja. Altijd een safe buy en van harte aanbevolen altijd. Molyneux. Absoluut. Ja. Ja, dan een vrij... Pikenierskloof. Ja, een vrij nieuwe wijn op de Nederlandse markt. Dit is Het project heet, deze wijn heet Miracle Boost, maar het heet Zwartberg Wingerde. En die wijnen worden gemaakt door Rüdiger Gretschel, dat is de hoofdwijnmaker van Reineken. En deze heeft wat oude wijngaarden blijkbaar Dat is altijd leuk om als hobby nog wat anders ernaast te maken. Een leuk project starten. In Pikenierskloof. Ja. Nou, daar, jij bent aan de andere kant geweest. Jij bent in Cederberg geweest. Maar het is eigenlijk hetzelfde gesteente. Hè? Table Mountain Sandstone. Ja. En ook aan de andere kant van het dal, in Pikenierskloof, heb je dat nog. Ja. Een eigenlijk wat hoger gelegen plateau. 7 tot 9, dat gaat van 6 tot 900 meter hoogte misschien Die hoogte speelt daar zeker een rol. Natuurlijk wat... bij Cederberg ook. Dat is, het is mooi dat in Zuid-Afrika natuurlijk ook steeds meer naar die hoogte gekeken wordt om spannende witte wijnen te maken. Ja. Een extra factor die goede invloed heeft op de kwaliteit. Hier ook weer oude wijngaarden natuurlijk. 47% Chenin Blanc, 40% Grenache Blanc. Pikenierskloof staat natuurlijk een beetje bekend om Grenache. Vooral rood, maar ook een beetje wit. Het verhaal is dat op een gegeven moment Grenache natuurlijk allemaal gerooid moest worden van de staat, want het was geen kwaliteitsdruif. Nee, maar Pikenierskloof lag zo ver weg dat ze zoiets hadden van, nou, ze komen hier toch niet kijken. Dus, nee, dat klopt. Dat is een van de redenen dat zij die Grenache nog oude stokken nog hebben staan. Ja. Nee, het was echt een heel programma om Grenache te rooien, wat natuurlijk achteraf echt onzin was. Want en Palomino. Juist die Grenache is interessant. Ja. Ja. Dus dit wordt verkocht door Palace Wines en zit in categorie 9. Dus tussen de 30 en 50 euro. Ja. Euro. Ja. Prachtig wijn. Ja, prachtig. Heel mooi. Tesselaars Dal. Ja, dan gaan we naar de kust, de zuidkust. Hemel en aarde, rich. Ja, weer zo'n voorbeeld van, in dit geval Chardonnay is natuurlijk een druif die in Zuid-Afrika lastig kan zijn, omdat er natuurlijk veel wijngebieden te warm zijn. Ja. Maar hemel en aarde, rich is dan net weer de plek waar het koel genoeg is om mooie Chardonnay te maken. Ja, en Chardonnay blijft toch...
Ik heb de laatste tijd weer veel met mensen over Chardonnay gepraat, met wijnmakers. En dan zeggen ze, ja, weet je wel, het is natuurlijk in de kelder heel makkelijk. Omdat je het makkelijk kunt, laten we zeggen, plooien naar wat je wil. Ja. Maar ook in de wijngaard schijnt het heel, het schijnt mooi rechtop te groeien. En er zitten allerlei voordelen. Fijn om mee te werken. Ja, vandaar ook alleen, dat hij zo populair is waarschijnlijk. Ik heb een hekel aan dat mensen, dat op een gegeven moment dan Chardonnay zonder hout zo in de mode is. Want een beetje hout helpt ook heel erg om Chardonnay, het hoeft niet naar hout te smaken. Maar net de opvoeding op hout geeft wel iets extra's, hè, voor Chardonnay. Het is natuurlijk altijd een beetje het verhaal van Chablis dat dat geen hout zou krijgen. De beste Chablis krijgt natuurlijk wel degelijk hout. Absoluut, ja. En er zijn heel weinig uitzonderingen. Ik meen dat die wijnen van Louis Michel, die heb ik toen gekocht voor dat artikel Buteau Forêt. Ja. En die krijgen helemaal geen hout. En je zou zweren als je drinkt dat het hout heeft gehad. Ja, 2017. Dat kan dus ook. Klein beetje. Je hebt wel gelijk. Als je het heel goed doet, dan kan het wel. Ja, maar een beetje hout met Chardonnay en dan vergiste inhoud, spontaan gisting. Ja. Redelijk veel troebele bestanddelen mee. Goeie lie, ja. Een klein beetje batonnage, zeker niet te veel. Ja. En dan krijg je dit soort mooie wijnen. 2022, dus Tesselaarsdal. Dit wordt verkocht door Vin Wines in categorie 8. Dus de 20 en 30 euro. Ja, mooi. En dan Sémillon, wat je steeds meer ziet in Zuid-Afrika. Sémillon is al fijn als het een beetje bij de Sauvignon Blanc zit. Want dan krijgt die Sauvignon Blanc plotseling toch weer wat meer vulling en complexiteit. Wat in Bordeaux natuurlijk de blend is, waar het weer blend. Maar je ziet ook steeds meer Sémillon 100% op de markt. Maar je hebt natuurlijk, het is een heel oude druif. Hij kwam natuurlijk waarschijnlijk al met Chenin en met de Nederlanders daar naartoe. Hè, als groen druif werd die Frans Hoek, dat waren de... Waren de Hugenoten natuurlijk. Waren de Hugenoten, die kwamen eigenlijk uit Frankrijk. Ja, maar... Je hebt eigenlijk twee dingen, vind ik altijd. Als je naar het klein beetje Sémillon kijkt, dat in Stellenbosch en bijvoorbeeld in Constantia wordt bijgeblend bij Sauvignon. Ja. Dat kan heel, en ook aan de zuidkust, dat kan heel groen zijn. Zo'n cactusvijgachtig aroma. En dan heb je de oude wijngaarden, meer het binnenland in. En een paar van de beroemdste liggen in Franschhoek, waar onder andere die ook die wijn van Allait La Colline vandaan komt. Ja, het is fantastisch. Boekenhouts Kloof natuurlijk. Ja, precies, daar komt ook deze wijn vandaan. Van Damascene, Jean Smit heet hij. Ja. Een geweldig intelligente wijnmaker. Ja, is gewoon schitterende wijn. Heel precies. Ja. Super drinkbaar. Verkocht door Smaragdwijnen. Dit zit in prijskategorie 9. Dus, wijngaard aangeplant in 1942. Ja. Dat wil dus wel wat zeggen. Ja. Dat soort oude wijngaarden, als ze goddank niet gerooid zijn, die zitten in die Old Vines Registry. Hè. Dus er zijn echt mensen die zich hard maken om dit soort wijngaarden ook te laten blijven bestaan met de lage opbrengsten. En je ziet, het kan... Ja, het zijn hele belangrijke wijnen, denk ik, voor het imago van Zuid-Afrika. Ja. En even wachten met drinken, hè. Dit is 2021. Het is nu al lekker hoor, maar dit wordt over een jaar of vijf echt complex. Nou, dat is wel heel veel, Lars. Dan moet je wel heel veel geduld hebben. Mm. Het is waar, hè? Soms is het zo. Sémillon moet je geduld hebben. Ja. Geniet ervan. Geniet ervan.